het mooie is, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel goed koppen. Dus we hebben de afgelopen week in de voorbereiding heb ik erop getraind. Omdat dat een verbeterpuntje van me was. Dus dat hij nou tijdens een wedstrijd dan in één keer zo erin gaat. Ja, super blij mee. Dus het was wel een beetje grappig dat hij dus met de kop erin ging. Omdat het dus eigenlijk helemaal niet heel, ja, heel goed kan. Je naam is in de boeken, Sophie. Ja, ja. Eerste doelpunt voor Feyenoord. Ja, super blij mee. En ja, super mooie voorzet. En ja, dat ik hem binnen mocht, ja, heb gekopt. Echt super blij mee. Het was echt een mooie aanval. Ja, ik heb hem net heb ik hem teruggezien. Dus ja, het was ja, eigenlijk een perfecte, ja, perfect uitgekomen zo. Dus, ja. Wist je van jezelf dat je aardig kon koppen? Nou, het mooie is, ik kan eigenlijk helemaal niet zo heel goed koppen. Dus we hebben de afgelopen week in de voorbereiding heb ik erop getraind. Omdat dat een verbeterpuntje van me was. Dus dat hij nou tijdens een wedstrijd dan in één keer zo erin gaat. Ja, super blij mee. Dus het was wel een beetje grappig dat hij dus met de kop erin ging. Omdat het dus eigenlijk helemaal niet heel, ja, heel goed kan. Ach joh, Wesley Sneijder heeft ook ooit met zijn kop gescoord, ja, tegen Brazilië. Dus, ja, precies. En ik klaag niet hoor dat hij er nou in zit. Ik vond wel, jullie begonnen heel goed. Maar daarna kakt het wel een beetje in. Ja, klopt. Als je kijkt naar de... Ja, we kunnen heel goed voetballen. En dat, ik denk dat we dat vandaag helemaal niet hebben laten zien hoe, ja, hoe we dat kunnen. Want we gaan best wel de lange bal hebben we gespeeld. En ja, dat is jammer. En misschien komt het een beetje door de wedstrijdspanning. Eerste wedstrijd voor veel meiden ook. Of ja, verschillende meiden de eerste wedstrijd sowieso in de Eredivisie en als team. Dus ik denk dat het, ja, we hebben een punt. En ik denk dat we vanuit hier gewoon moeten bouwen. En ook moeten kunnen laten zien, ja, wat we allemaal kunnen. Ook voetballend. Ik ben wel benieuwd, hè, nog steeds waar Feyenoord Vrouwen staat. Ten opzichte van de rest van de Eredivisie. Maar dat weet je nog helemaal niet natuurlijk. Nee, dat is ook voor ons. Daarom was deze wedstrijd ook spannend. Want je hebt wel een voorbereiding tegen een aantal Belgische clubs. Ook gespeeld tegen jongensteam. En ja, het is nu was voor ons ook meten van, ja, waar staan we nou eigenlijk. En ik denk dat we, ja, dat we gewoon onszelf moeten laten zien en dan ook de komende wedstrijden daarvoor moeten kijken van, ja, waar staan we. En wat denk je zelf? Heb je enig idee? Middenmoot? Ja, wij gaan in ieder geval voor de middenmoot. Maar in eerste instantie is het ja, bouwen vanuit, ja, vanuit dit starten en kijken steeds iets verder en beter onszelf ook ontwikkelen. Ja, we horen een zachte G bij je, maar je bent wel Feyenoord supporter, zei je net, hè? Ik ben zeker Feyenoord supporter, altijd voor Feyenoord geweest. Dus een zachte G inderdaad wel, maar Feyenoord is wel echt mijn club. Wel jammer, hè, bij de mannen vandaag. Ik heb nog helemaal niet gehoord hoeveel het is geworden. 3-1. 3-1, verloren. Nee, dat is... Nou, ik hoor je trainer ook al gelijk op de achtergrond zeggen, jezus, kut. Nou... Nee. Dat zei je niet, nee, dat zei je niet. Nee, dat klopt, maar dat is een vrije vertaling. Maar ja, jij zegt gewoon, hey, balen. Ja, balen, ja. Inderdaad. Ja. Ja, het is... Maar goed. Nee, het is serieus. Jammer. Jullie hebben hier lekker een punt gewonnen. Ja, daar zijn we heel blij mee. En op naar de volgende wedstrijden. Zo is het. Ja.